Het is ook wel eens dat het heel hard regent en dat het water zo langs de lamp naar beneden druppelt. Langs de lamp, ja. Oh, dit is ook gewoon helemaal aan het afbladeren. Het stroom van de kraan hierboven komt uit dit stopcontact. Wacht even. Ik ben vandaag hier in Den Bosch. Ik ben op bezoek geweest bij Joris en zijn huisgenoten in hun studentencomplex. Hij heeft me een rondleiding gegeven. Ik zag schimmelplekken, gaten in muren, gaten in plafonds. Nogmaals, ik schrik hiervan. Dit is gewoon te bizar voor woorden. Zo'n ongezond, hè, waar je jezelf opfrist. Want dit is gewoon de buitenmuur. Het is de buitengevel al. Het is aan het rotten. We zien hier hoe slechte verhuurders omgaan met hun huurder. Woningen niet isoleren. Ja, je hoort ook gewoon alles wat buiten gebeurt. Dat is ook wel echt verschrikkelijk. Veel te hoge huurprijsvragen. Ik ben hier vandaag echt van geschrokken. We zijn bezig met een nieuw wetsvoorstel, de wet goed verhuurderschap, waarin we hopelijk dit soort situaties, zoals hier in Den Bosch, in de toekomst weten te voorkomen. Heb jij nu ook te maken met een dergelijke situatie waarin je verhuurder veel te hoge huren vraagt en de woning niet onderhoudt? Klik op deze link, neem met mij contact op en stuur je huisbaas een brief.